Ja, we hebben hier de winnaar, Arjan Hofman uit Nunspeet. Arjan, mooie wedstrijd vanavond. Ja, zeker. Was mooi met z'n drieën. Mooie strijd en het ging hard. Goede training sowieso en ja, wel leuk dat ik aan het einde kon winnen. Ja. Dan hebben we Gerben Mos erbij, we hebben Rick Bos, Tom Verriessen. Ja, het was eventjes schud aan de boom. Je probeerde dat. Dan komen de mannen weer bij en stel je heel snel. Hij denkt van even kopje erbij houden. Ja, het was vooral Gerben die de beste wel een beetje tempo echt hoog hield. Dat wij gewoon moeilijk in het wiel zaten. Zelf wel de punch om even de boel uit elkaar te trekken, maar dan niet om het door te trekken. Dus ja, aan het eind demareerde ik een keer, had ik op zich gehad. Maar dan kwam Gerben wel weer terug en ja, uiteindelijk kon ik hem wel in de sprint hebben. Maar ik had het niet makkelijk vandaag. Nee, je komt weer natuurlijk bij de volgende wedstrijd, neem ik aan. Ja, moet ik even zien. Ik weet niet wanneer die is, aankomende zaterdag? 21 december. Ja, het super training met de ploeg, maar even kijken wat er kan. Ja, goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dan is het lekker babbelen natuurlijk. De mannen even onderling met elkaar. Ja, Gerben Mos, vanavond weer even zichtbaar hier op de ATB-baan. Ja, mooie wedstrijd, hè? Ja, ik vind het hier altijd wel leuk om te rijden. Een paar jaar terug deed ik het ook. Het was een open clubkampioenschap. En ik ben zelf niet heel explosief en zo. Dus het is voor mij een ideale training om hier even de boel weer op spanning te zetten, zeg maar. Ja, maar ja, je maakt er wel een heel spektakel van. Ja, en ik zag dus dat Arjan ook meedeed. En dan wist ik direct wel van, nou, dat wordt wel weer een strijd. En Arjan die zegt, ik doe wel rustig aan, maar dan trekt hij hem toch altijd vol door. Maar Arjan is gewoon net even wat explosiever en hij is gewoon heel taai. En ik kan op die lange tempo stukken kan ik wel hard doorrijden. Maar ja, dan dat korte werk verlies ik het weer. Dus dan zitten ze toch wel in mijn wiel. Maar het was wel leuk vandaag, ja. Wat ga je nog meer ondernemen in 2000? Want we zitten in de laatste fase, hè? Ja, Drenthe 200 is het doel, zeg maar. Dat was een ideale training nog eigenlijk daarvoor. Ik heb heel veel duurtrainingen gedaan. Dus dit was een ideale prikkel nog om alles op spanning te zetten. En dan van het weekend nog even een lange rit. En dan rustig aan en dan hoop ik dat ik met Drenthe 200 goed ben en dat ik voor de overwinning kan rijden. Doe je best, hè? Dankjewel. Goed, we zijn hier bij Rick Bos. Ja, Rick Bos, een derde plaats vanavond. Ja, je had het wel te doen met twee monsters, hè? Ja, twee hele harde rijders, ja. Niet normaal. Ja, je ziet dan een gegeven moment bij samen Tom Verriessen. Dan zit Jonathan van boven al bij. Je hoort al en je weet dat Arjan Hofman meegaat met Gerben Mos. Dat zijn twee hele grote mannen. Die hebben ook grote talenten. Wat denk je? Hoe ga ik die klus klaar vanavond? Of denk je van, nou, ik ga mee en dan zie ik wel wat schipstrand? Nou, ik voelde in het begin al wel gelijk wel goed dat ik wel goede benen had. En de jongens gaven gas en ik kon gelijk al wel goed mee. Dus ik dacht, ja, dit moet ik maar gewoon volhouden deze wedstrijd. Ja, 21 december, dan staan we er weer, toch? Ja, ik zal er weer staan, ja. Heel goed. Lekker uitblazen en succes verder. Ja, nu lekker gaan slapen.